Koophal is een bedrijf wat zich bezighoudt met het ontwikkelen en bouwen van losinstallaties voor het leeghalen van containers volautomatisch. Wij ontwikkelen vergeautomatiseerde robotsystemen die op basis van beeld die ze zien het product kunnen pakken wat in de container ligt zonder dat daar iemand bij nodig is. Onze oude machine was een machine die hoofdzakelijk hydraulisch gestuurd werd, handmatig. En 2 jaar geleden hebben wij de beslissing genomen om naar een nieuw platform te gaan die volledig automatisch zou kunnen werken. Dat betekent hoge mate van automatisering. We zijn een partnerschap aangegaan met JB Systems voor de ontwikkeling van software voor de HMI en voor dus de basisbesturing van de machine. En we zijn op zoek gegaan naar een partij die ons een complete module kon leveren. Stoel met de bedienorganen, compleet als unit geleverd. En dat is Batenburg geworden. Zoals je van Jan hebt gehoord, heeft Koophal een heel innovatief systeem ontwikkeld voor het lossen van containers. Nou, daar hoort ook een innovatief stuk software bij en dat heeft JB Systems in heel nauwe samenwerking met Koophal ontwikkeld. Het systeem is eigenlijk in de basis heel eenvoudig. Hè. Er wordt een digitale foto genomen van de inhoud van de container. Op basis daarvan worden de oppakpunten bepaald. En met de arm en de grijper worden dan de producten uit de container gehaald. Daarna worden ze afgevoerd via een afvoerband naar een pelletiseerrobot die er complete pellets van maakt die dan met een voorkapje kunnen worden afgenomen. Nou, dat is enorm veel informatie die verwerkt moet worden en dingen die aangestuurd moeten worden. En dat is wat onze software nu doet. Wij zijn de partner voor de hele complete bedienstoel, de operator chair genoemd. Die assembleren wij volledig en bouwen wij in Rotterdam. Met het team van Koophal mensen hebben we alle functionaliteiten van die volledige machine hebben we samengevat in 2 grepen, 2 ergonomische grepen. En zijn alle bewegingen, functionaliteiten, rotaties, etc. van de machine zijn samengevat in 2 joysticks. Waardoor de operator nu volautomatisch, zonder erover na te denken, die machine kan bedienen. Wij ervaren de samenwerking met JB Systems en met Batenburg als een hele proactieve samenwerking. Het plaatsen van zo'n complete stoelmodule is tegenwoordig niet meer als het aanbouwen en draaien van 4 bouten en het plaatsen van een stekker. Nou, dat is een totaal groot verschil met hoe het in het verleden was.